Shanita Bhagwandin heeft namens de Culturele Unie Suriname Suriname onlangs mogen vertegenwoordigen op de Miss Diwali pageant, welke gehouden is geworden in Guadeloupe. En Shanita die heeft haar uiterste best gedaan en heeft hierdoor de tweede plaats weten te bemachtigen. Dat is toch wel een prestatie voor Suriname, want dat heeft ze als een waardige ambassadrice gedaan om Suriname meer bekendheid te geven. Want, zegt Shanita zelf in het interview met TBN Prime Alert, dat personen dusdanig geïnteresseerd zijn geraakt in Suriname. En vooral de Diwali-viering in Suriname, dat zij rond de periode van de Diwali-viering volgend jaar naar Suriname willen komen. TBN Prime Alert sprak met haar over haar participatie aan de Miss Diwali contest in Guadeloupe. Zij vertelt daarover en over haar ervaring. De periode was eigenlijk 16 oktober, omdat Diwali eigenlijk valde op 17 oktober. En de Gopio Guadeloupe houdt dit evenement in de periode wanneer Diwali valt. Toevallig was het dit jaar in oktoberperiode. Dus vandaar dat ze het op 16 hebben georganiseerd. En ik mocht dan Suriname vertegenwoordigen op 16 oktober tijdens het evenement. En hoe was de verwelkoming in Guadeloupe? Super warm. En het leuke was dat van alle mensen die hebben meegedaan, alle contestanten, waren 9 landen. En we hebben onszelf bevonden op de airport van Guadeloupe itself. En het leuke ervan is eigenlijk dat je natuurlijk van het al het reizen er altijd niet naar uitziet als een miss. Want je bent moe, je hebt geslapen in de plane. Dus je bent niet eigenlijk als een miss. Dus zijn we nou daar en moeder en ik die zaten alle op onze telefoon. Oh, dat is die miss. Oh, dat is die miss. Totdat dan de directeur kwam van Gopio Guadeloupe, meneer Mitchell. Hij toen zei van, hey, zij is van Martinique. Zij is van Guyana. Zij is van Frans-Guyana. De miss van Suriname. Dus iedereen was dan zo warm en de eerste dag al moesten we gaan om te diner, voor het diner. En iedereen was al van, hoe is jouw land, hoe is jouw land? Dus we hadden het heel erg al een closure met elkaar. Eerste dag al. Okay. En u zei al 9 contestanten in totaal? Yes, 9 contestanten, including Suriname. En dat was dan de verwelkoming. Wat volgde daarna, de overige dagen? De overige dagen was de tweede dag. Nadat we zijn aangekomen, was het de tweede dag dat we een memorial hadden van van Guadeloupe itself. De Hunistaanse community die daar is gekomen, immigratie, en het was dan een Memorial Day. Naast het Memorial Day, wanneer we het in dia moesten aanmaken en al voor die mensen die zich al die dagen of al die jaren heen het cultuur hebben behouden. Precies daarna hadden wij dan onze presentatie. De presentatie hield in van wie jij bent en wat jouw doel is, waarom je hier bent en hoe jij Suriname wilt vertegenwoordigen. En dat was dan tijdens de presentatie. De volgende dag was al de showdag, dat was al op zaterdag. En zodoende moesten wij dan zaterdag al bij het competitiedag zijn bij het evenement Place. En het was al heel vroeg, om 12 uur moesten we daar zijn. Mm-hmm. Wij vonden het vroeg, omdat we al wisten van dat is het podium. Wij hebben onze dans al geoefend. Dus zodoende zeiden we mogen niet 3 uur, want dan kunnen we wat langer slapen. Dus zodoende was het al dat wij 3 uur daar kwamen. En we moesten nog even stage verkennen, want je had ook natuurlijk de Parijse groep. En die was al door met ons mee met het busvervoer. En zij waren met een grotere groep en zij moesten wel het podium verkennen. Dus zodoende 3 uur en wij waren dan achterop bezig met haar. Nog mijn handy aan het zetten, want dat was een vereiste. En zo'n beetje, ja. De taal heeft geen barrière gevormd? Want Guadeloupe is over het algemeen Frans sprekend. Oh ja, inderdaad. Voor mij wel. Want de rest kon wel Frans praten, maar ik niet. Dus het enige wat een minpunt was voor mij itself, dat ik iedere keer moest vragen, en wat is er nu gezegd? En wat is er nu gezegd? Ik vond het best irritant, dus dan kan ik wel naar de ander begrijpen van dat je het voor me moest vertalen. Maar ze hebben er wel rekening mee gehouden dat ze inderdaad mijn stukken wel hebben vertaald voor mij. Okay. Ja, dus ik kan me wel even bevinden. Ja, en dan hadden we het groot event zelf, de pageant zelf. Uit hoeveel rondes bestond het? De rondes waren, even goed tellen hoor. Dat was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
twee. Het waren drie in totaal. Dat was één, dat je moest lopen in een sari. Twee, dat je een speech moest hebben over Diwali en wat jouw boodschap is naar de jongeren toe over cultuur en over Diwali itself. En de derde is dat je je Bharatnatyam dans moest kennen of moest voordoen. En wat, dat is een talentronde, kan je zeggen. Ja, en wat is jouw boodschap geweest dus? Mijn boodschap naar de mensen toe. Ik kwam in Guadeloupe aan. De eerste dat mij werd toeverteld is dat in Guadeloupe je geen Engels mag praten. Anders zit het politiek achter je. Nou, ik heb toen gezegd, ik ga mijn speech veranderen. Ik heb mijn eerste vraag gesteld, maar waarom mag je geen Engels praten? Engels is een internationale taal die eigenlijk overal vereist is. En het is een behulpmateriaal taal die je dan overal dient te hebben. En het is makkelijk verstaanbaar voor iedereen. Nou, ik heb toen mijn vraag gesteld. Dat was dan een van de antwoorden dat politiek achter je zit. En ten tweede, de Hindustaanse community daar is heel erg klein. En ze mogen dingen niet uitbundig doen. Omdat de Fransen heel sterk zijn op hun dingen. Mm-hmm. Nou, ik heb toen mijn speech veranderd. Ik heb toen gegooid op Suriname. Hoe wij ons land eigenlijk voorstellen. Hoe wij onze Diwali vieren. Want als we kijken naar de organisatie die mij gestuurd heeft. Het Cultureel Unie Suriname. Als zij hun manifestatie hebben op het Independence Square. Dus onafhankelijkheidsplein. Heb je niet alleen de Hunistanen die daar komen. Heb je niet alleen de Hunistanen die daar hun ghee plaatsen op, in de dia. Het zijn alle volkeren die dat doen. Mijn speech ging dan erover dat wij niet alleen op barrières moeten houden, dat Hindustanen zich moeten houden aan Diwali. Wie nou zich vrij voelt, die moet het doen. Ben je nou Creool, ben je nou Javaan, ben je nou Chinees, wil je Diwali vieren, ga ervoor. Wil je Hindustan kerst vieren, ga ervoor. Waarom moet je die persoon tegenhouden om iets te vieren die zij willen doen? Het staat nergens in de geschriften geschreven, nee, alleen de Hindustanen doen dat te doen. En dat was dan mijn speech. En zodoende hebben ze dat vertaald naar het Frans. En ik kreeg dan een heel applaus. Ook nadien dat ik in de zaal toeliep om natuurlijk mensen foto's te houden en al dat soort dingetjes. Werd mij gezegd van wat een krachtige speech. En ik wil heel graag komen in jouw land hoe ze Diwali vieren. En twee mensen die hebben gezegd die komen volgend jaar tijdens de Diwali periode. En die willen het meemaken. En dat heb ik tegen mijn directeur gezegd. Die momenteel van Cultureel Unie Suriname is, meneer Anil Menoret. Ik heb hem gezegd van deze twee personen komen en ze willen Diwali meemaken. Ik heb gezegd, prima, laat me weten wanneer ze er zijn. Dus in feite ben je een ambassadrice geweest voor Suriname? Klopt, ben ik zo'n ambassadrice geweest, ja. Of ik ben het nog, ja. Voor een jaartje. Ja, en toen jullie zo bezig waren, de dames onderling, de 9 dames. Ja. En ik begreep dat dat altijd het geval is bij pageants. Dan kijk je van, die is misschien mijn concurrent. Wie zag jij als een concurrent? Mezelf. Ik zag mezelf als een concurrent. Want ik ben niet iemand die natuurlijk kijkt naar zo iemand en zegt van ik wil beter zijn dan die persoon. Nee, jij danst goed. Ik dien mezelf dan te corrigeren. Dus ik ben mijn eigen concurrent. Want ik weet wat mijn capaciteiten zijn en wat ik aan kan. En zodoende verbeter ik dan mezelf toe naar de rest van de contestanten. En we weten in Suriname allemaal dat je danst. Toen je je dansoptreden hebt gedaan, is dat ook met luid applaus verwelkomd? Helemaal. Dat ik zelf een terugcall heb gehad. En dat zijn een van mijn prijzen. Dat ik ben teruggeroepen voor volgend jaar om mijn dans weer te doen. Omdat ze mijn dans zo krachtig vonden. En dat is allemaal te danken aan de docent die ik hier heb. En toen, moment van de uitslag. Wat was het? 5, 4, 3, 2, 1? Is het zo geweest of is het 3, 2, 1 geweest? De 3 was Guadeloupe. Mm. Ja, de 3 was Guadeloupe, 2 ben ik en 1 is India. De 5 werden gewoon opgeroepen voor, dat is de dingen. Maar in de prijzen val je met 3, 2, 1. Oh, 3, 2, ja, 1. Dat was het, ja, inderdaad. En de funniest part is, hoe dat is aan toegegaan. Top 5 werd bekendgemaakt. Natuurlijk, Shanita verstaat geen Frans. De MC sprak al door Frans. En ik werd toen van, nou, oké, top 5, Suriname. Dus ik dacht, ze praten over mijn land, wat leuk. Applaus. Ik zat nog aan applaudisseren in die hele rij van 9. Je wist niet dat je naar voren moest. Ik wist het niet. Want, hallo, ik versta het niet. Dus nu sta ik daar en die andere contestanten zijn niet meer naar voren. Dus ik dacht, ze praten over Suriname, ze willen Suriname zien. Ik werd als eerst opgeroepen, dus ik zag dan de rest aansluiten. Toen dacht ik, dit is top 5. Hetzelfde bij toen ik first runner-up werd aangekondigd. Suriname. Wat?
En toen wist ik het. Toen was ik like, oh, ik heb gewonnen. Oh, thank you. A sheriff. Maar goed, dat was het geval. Maar dat is het wanneer je een taal niet verstaat. Ja. En wat vind je zelf van first runner-up? Een mijlpaal. Ongeacht wat ik zou meenemen, mijn doel was for sure van, ik wil mijn land vertegenwoordigen en vooral hoe het ging om cultuurgebied, op cultuurgebied. Zei ik al inderdaad van, nee, ik wil wel iets terugbrengen. Al was het een memory, al was het een prijs, het scheelde voor mij niet. Toevallig ben ik in de prijzen gevallen en is natuurlijk voor mij een mijlpaard. En in tegendeel ook heel zwaar op mijn schouders. Want ik heb het gezegd, als ik voor zoiets in zijn, want dat heb ik wel gezegd, wil ik iets verder doen. Ik heb tegen Anil Menor het wel gezegd. Ik heb nu de first runner-up, betekent hij zwaarder op mijn schouders staat, dat ik voor de jongeren iets moet betekenen wat cultuur betreft. Want wat wij zien tegenwoordig is natuurlijk dat cultuur onder de jongeren vervaagt. En dat zie je overal, niet alleen bij Hindustanen, op elke cultuur die we hebben in ons land. En mijn doel is nu voor een jaar, en ik wil het nadien ook doen, maar natuurlijk voor een jaar, dat ik dit wel even in de limelight gooi, dat ik cultuur onder jongerenbewustwording een van de punten gooi. En natuurlijk wat kinderen erbij wil helpen, de zwakkere onderling. Maar bent u van oordeel, ben je van oordeel, Shanita, dat Suriname hieraan moet blijven participeren aan de Diwali Guadeloupe pageant? Zeker. Zeker. Want, zou er een Miss Diwali Suriname gehouden moeten worden, net als vroeger? Ja, maar dat was best leuk. En ze moeten het sowieso doen. Ik zeg niet. Maar wil jij dat een beetje trekken? Ik heb dat inderdaad al gegooid naar Anil Menoren toe. En de dame die anoniem wenst te blijven. Ik heb het natuurlijk gezegd aan ze van, jullie moeten dit wel doen. Maar het is zo'n evenement, want ons land staat als nummer 1 hoe wij onder de culturen hoog staan. We hebben geen discriminatie. We hebben wel. Maar we hebben het niet zo zwaar dan de andere landen. En we hebben hier wel dat onze, wanneer we evenementen hebben, dat iedereen zich bij betrekt. En daarom was dat ook mijn speech. En vandaar dat ik dan wil hebben dat Diwali 1 wordt georganiseerd. En omdat de Gopio Guadeloupe zich sterk houdt op het houden van cultuur onder de jongeren, heb ik heel graag dat Suriname zich wel door blijft behouden voor dit competitie. Maar het is best een leuke ervaring. Want wat ik heb meegemaakt in die 3 dagen dat ik in Guadeloupe itself was, is dat je leert over hoe hun cultuur omgaat. En is duidelijk een verschil. En je kan het natuurlijk meenemen in jouw carrière, hoe men in verschillende landen dan bezighoudt. En ik zeg altijd, hoe meer je praat met mensen, hoe meer je te weten komt. Ik heb dat gedaan met de andere mensen, maar dan hoe gaat het in jouw land aan toe? Hoe gaat het met jouw land aan toe? En zodoende leer je dan van, nee, hun zijn inderdaad alleen een community onder hun die staan. Ze hebben geen steun van de anderen. Terwijl in ons land heb je, wanneer wij iets organiseren, de Kriolen komen helpen, de Javanen en zodoende vice versa. Dus vandaar, ze moeten het sowieso doen, dat ze het al door. Dus een jaar lang, met de titel die je nu draagt, zal jij samen met de Culturele Unie Suriname werken aan cultuuroverdracht, maar met name cultuuroverdracht onder jongeren? Cultuuroverdracht onder de jongeren, yes. En ter verduidelijking, ik wil het niet hebben dat wij alleen Suriname vertegenwoordigen, als in of mijn overdracht is naar de Hindustanen toe, maar naar alle volkeren. Dus volgend jaar hoeft er niet een Bhagwan Dien bijvoorbeeld naar Guadeloupe te gaan. Het kan ook een Kromopawiros zijn. Of het kan ook een Noordzee zijn. Of het kan ook. Ik zou wel heel graag willen dat wij die barrière daar kunnen breken. Maar op papier staat dat je van de Indian origin moet zijn. Maar is het zo dat bijvoorbeeld een Carto Regio of zo komt met een Hindustaanse ouder en een Javaanse vader, dan zou ik wel heel graag met de organisatie in Gopio Guadeloupe willen praten van, kijk, er is wel zo iemand en die weet wel over Hindustaanse cultuur, mag zo iemand niet meedoen. Dus dat wil ik wel even natuurlijk in een jaar tijd navragen en natuurlijk de mensen dan trainen. En natuurlijk op gebied van het Miss Diwali contest, dat we dan dat wel gooien. Tot slot zou ik willen zeggen, ik ben niet gegaan als Shanita Bhagwandin. Ik ben gegaan als Suriname. Want aldoor in Guadeloupe werd je geroepen als Suriname, can you come?
Suriname, can you come? Het is niet Shanita, can you come? No, that was not the case. En dus daarom zou ik mijn sponsoren niet hebben, had ik niet de kans om weg te gaan. Dus ten eerste zou ik willen bedanken de persoon die anoniem wenst te blijven, want zonder haar was ik niet waar ik vandaag moest zijn, want zij heeft me... zij heeft eigenlijk de naam geroepen van Shanita kan gaan voor deze competitie. Daarnaast heb je de Cultureel Unie Suriname, die tot nu toe dan achter mij staat voor een jaar. En hoop dat ze dat verder doen. De sponsoren die we hebben dan is Pro Studio, Noor Mehendi, Abdul. En dan heb je daarnaast heb je Concord 2000, Pro Studio en Sarinagar. Hun wil ik heel graag bedanken. En de vice president of course, want hij heeft mijn vervoer geregeld. Van Paramaribo uit naar Albina en terug ook. En zeker, en iedereen die mij heeft ondersteund en tot nu toe doet. En voor al die dagen om mee te handelen. En dat is niemand minder dan mijn manager, mevrouw Shanta Panchu.